Dit is maar een van de vele tuinen die je kan bezoeken tijdens Open Tuinen. Dit jaarlijks evenement wordt georganiseerd door de Landelijke Gilden. Bij mij zit Karin Santermans voor een woordje uitleg. Dag Karin. Dag Celia. Hoeveel tuinen nemen dit jaar deel aan het evenement? Wel, Landelijke Gilde organiseert dit jaar voor de 23e keer Open Tuinen in Vlaanderen en vlak over de grens met Nederland. En we hebben dit jaar 223 tuinen in het aanbod. Vooral particulieren, maar bijvoorbeeld ook tuinen van architecten of van musea enzovoort. Wie zijn nu die tuinliefhebbers die hun tuinen openstellen? Wel, het aanbod is heel divers. We hebben de ietsje oudere mensen, 50, 60, 70-plussers, met hele grote bourgondische tuinen, met heel weelderige borders ook. En ja, zij stellen de tuin open omdat ze hem een beetje willen etaleren, omdat ze er toch wel trots op zijn. En uiteraard ook om mensen te leren kennen met hetzelfde interesse voor de tuin. En dan hebben we verder ook de jongere mensen die met moderne tuinen hedendaags ontworpen, vaak ook op wat kleinere oppervlakten. En dat zijn dan mensen die vooral de tuin gebruiken als buitenkamer met een loungehoek, een zwemvijver. En ook zij zijn eigenlijk toch wel trots op die tuin die ze normaal gezien met vrienden of familie delen en dan nu dus ook openstellen voor het publiek. En dan zijn er ook weer de ecologische tuinen. Dus mensen die bezig zijn met gezondheid, met voeding, met biodiversiteit. En zij willen die boodschap ook naar buiten brengen. En ja, de tuinliefhebbers die op tuinbezoek gaan, zijn dan ideaal natuurlijk. Dit jaar ligt de focus ook op de eetbare tuin. Waarom? We merken inderdaad dus dat de eetbare tuin belangrijker wordt in elke tuin in ons land. U zal ook zien in de tuingids, dus het aanbod van 223 tuinen, daar zijn er 159 met eetbare gewassen. Dat kunnen de gewone doorsnee groente fruitsoorten zijn, maar ook speciale gewassen zoals kruiden, eetbare bloemen, vijverplanten die eetbaar zijn. Je kan het zo gek niet bedenken. Men zal ook zien, als je de tuingids gebruikt, dat we daar heel wat uitleg over geven, over die eetbare gewassen. En zo hebben we bijvoorbeeld ook dit jaar een smaakkaravaanroute ingelegd, waarbij we de eetbare tuin gaan promoten in heel Vlaanderen. Dus we gaan langs 40 locaties en ook daar brengen we dan de eetbare tuin onder de aandacht. Is het makkelijk om je eigen eetbare tuin te creëren? Dat kan op kleine of grote oppervlakten, het kan overal. We zien dat er mensen zijn die inderdaad terug die grotere groentetuinen aanleggen, zoals vroeger het geval was. Maar er zijn ook heel veel mensen met een kleine tuin, zelfs stadstuintjes, die met vierkante meterbakken werken, die met verticale wanden werken en daar potten met kruiden of tomaatjes enzovoort aanhangen. Dus het is heel divers en het kan eigenlijk overal. Het is niet nodig een grote tuin te hebben. En ja, ideeën kunnen opgeraapt worden uiteraard bij open tuinen, dus het aanbod is enorm. Zijn er naast de eetbare tuinen ook nog andere trends waarmee we kunnen kennis maken? We merken altijd wel een geleidelijke evolutie in de tuinen, waar we 15 jaar, 20 jaar geleden die grote tuinen hadden, bourgondes. En we selecteerden eigenlijk toen ook wel op die oppervlakte en op dat soort type van tuin. Merken we nu dat er veel meer kleinere tuinen zijn, maar ook dat de inhoud van een tuin heel divers is geworden. Dus andere verenigingen zullen eerder op het ecologische richten of op de parktuinen. Terwijl wij heel breed gaan, dus elk soort van tuin komt in aanmerking als hij ofwel visueel sterk is ofwel inhoudelijk, dus didactisch goed is uitgewerkt. Klein, groot, het kan allemaal. Dus we merken wel dat er meer en meer kleine komen en ook meer en meer ecologische tuinen in ons aanbod. Hoe kan de bezoeker nu een keuze maken uit het ruime aanbod? Het is eigenlijk eenvoudig. Dus via de tuingids Open Tuinen kan je een selectie maken, want elke tuin wordt beschreven met een foto erbij. Dus dat geeft al een goed beeld als je een keuze wil gaan maken. En ook via de website www.opentuinen.be kan men gaan selecteren. Wanneer kunnen we die tuinen nu bezoeken? Open Tuinen gaat door zoals elk jaar tijdens het laatste weekend van juni. Dus dit jaar is dat 27 en 28 juni. Maar er zijn ook heel veel bijkomende openingsdagen. Zelfs van april tot oktober worden er tuinen opengesteld afhankelijk van de bloei van die tuin. De ene tuin is al wat vroeger klaar om bezoekers te ontvangen en de andere heeft bijvoorbeeld nog een mooie najaarsverkleuring. Dus het kan eigenlijk een hele zomer lang op Open Tuinen bezoek gaan. Fantastisch. Hartelijk dank voor de toelichting en veel succes met Open Tuinen. Dank je wel.